De financiële toezichthouders, de Nederlandse Bank en de AFM, gebruiken de bestuurlijke boete voor zwaardere overtredingen dan oorspronkelijk bedoeld. Hierdoor heeft het zich ontwikkeld tot een volwaardig alternatief voor het strafrecht, wat eigenlijk aanvullend was bedoeld aan de onderkant van het overtredingengebouw. Dit stelt hogere eisen aan het gebruik van de boetebevoegdheid. En er is meer transparantie en tegenkracht nodig om de boetebevoegdheid in balans te houden. De boetebevoegdheid is in 2000 ingevoerd voor de AFM en DNB voor overtreding van het financieel toezichtrecht. En het idee was dat het hen in staat moest stellen om op te treden tegen veel voorkomende en lichtere overtredingen. Dat soort overtredingen bleven eigenlijk liggen, die moesten strafrechtelijk worden afgedaan, maar het strafrecht was eigenlijk al overbelast, dus met het strafrecht kwam er daar eigenlijk onvoldoende aan toe. Kun je kort zeggen, hoeveel overtredingen hebben we het over in de afgelopen jaren? Nou, het idee was dat er een heel stuw meer aan lichte en veel voorkomende overtredingen zouden zijn. Maar wat ik in mijn onderzoek heb gezien, dat vond ik wel bijzonder, is dat eigenlijk de toezichthouders relatief weinig boetes hebben opgelegd. In de 8 jaar dat ik dat onderzoek heb gedaan, over een periode van 8 jaar, van 2013, heeft de AFM zo'n gemiddeld 30 boetes per jaar opgelegd en DNB 10. En dat hebben ze ook nog eens gedaan voor relatief zware overtredingen. Dus dat is eigenlijk een schril contrast met de oorspronkelijke bedoeling. Het aanpakken van het handhavingstekort van lichte en veel voorkomende overtredingen. Is er dan nu ander beleid nodig? Nou ja, mijn punt is dat er meer tegenkracht en transparantie nodig is om die boetebevoegdheid in balans te houden. Omdat je ziet die redeneerwijze die de toezichthouder kan gebruiken om een boete op te leggen. Als de overtreding eigenlijk is vastgesteld, dan kan die boete vrij gemakkelijk worden opgelegd. Laat ik het maar even zo kort samenvatten. Dat is een redenering die geschikt is voor lichte en veel voorkomende overtredingen, voor bulkzaken, maar die problematisch is voor zwaardere zaken, waar meer op het spel staat, omdat de boete openbaar wordt gemaakt, lastig is vast te stellen. In die gevallen vind ik dat de toezichthouder niet kan volstaan met zo'n lichte redenering en eigenlijk dus meer aandacht zou moeten besteden waarin de boete in het concrete geval gerechtvaardigd is. Is er een duidelijk beleid vanuit de toezichthouder wanneer ze wel en geen boete schrijven? Nou, daar ben ik natuurlijk achteraan gegaan om dat te reconstrueren, maar dat is eigenlijk wel lastig. Er is wel een handhavingsbeleid, zoals ze dat noemen, maar dat is dermate algemeen en open dat je daar eigenlijk weinig houvast aan hebt. En dat is natuurlijk handig voor de toezichthouder, maar lastig voor de onder toezicht gestelde, want die weet dan eigenlijk onvoldoende waar hij aan toe is. Mijn pleidooi is dan ook om dat handhavingsbeleid eigenlijk meer uit te werken, zodat je beter weet waar je aan toe bent. Hoe kunnen we tot meer transparantie of evenwicht komen? Zoals ik al zei, ik denk dat de toezichthouders een beleid moet uitwerken, aangeven onder welke omstandigheden krijg je nou wel of niet een boete. En dat ook de toezichthouder in zijn boetebesluit eigenlijk beter zou moeten onderbouwen waarom de boete in het concrete geval gerechtvaardigd is. Daarnaast heb je bij de toezichthouder een zogenoemde boetefunctionaris in dienst, die beoordeelt of in een bepaald geval een boete moet worden opgelegd. Wat je ziet is dat hij eigenlijk nu vooral kijkt, houdt de boete stand bij de rechter straks? Maar ik vind dat hij ook meer zou moeten kijken, is deze boete nou opportun? Kan ik nou uitleggen aan de ondertoezichtgestelde, kan ik uitleggen aan de media, aan de Kamer, dat deze boete gerechtvaardigd is in de concrete omstandigheden van het geval? Als je dat doet, dan is denk ik het besluit beter begrijpelijk, aanvaardbaar en het komt ook ten goede aan de legitimiteit van de toezichthouder.